Hallo, hier is Wendy. Vandaag was ik op Facebook en toen zag ik dit diagram staan bij een foto ook van een sjaal of een trui was het. En ze vroegen zich af, degene die daarop reageerde, wat is dit nou voor steek? Er stond iets van Russisch of Roemeens, in ieder geval een buitenlandse taal bij. Iemand heeft dat vertaald en de rondjes zijn losse, de plusjes zijn vaste. En dit is twee losse omhoog en dan twee vaste samenhaken, één losse. Twee vaste samenhaken, één losse. Ik heb hem even, dit is denk ik een diagram door iemand die linkshandig is. Ik denk dat ze zo begonnen is en dan terug en dan twee losse omhoog en weer terug. Ik ben rechtshandig, dus ik heb hem even voor rechtshandig gemaakt. Dus je gaat 17 lossen maken. Ik heb een keer losse gemaakt, die vind ik hier op het diagram niet terug. Die heb ik voor mezelf wel gemaakt. 17 lossen, keer lossen en dan 17 vaste, 2 lossen omhoog en dan ga je vanaf de tweede steek samenhaken, lossen. Je eindigt met 2 samenhaken en dan ga je 2 lossen omhoog en je begint dan elke toer vanaf de eerste steek samenhaken, lossen, samenhaken, lossen, samenhaken, lossen. Ik heb hier dus de lossen vergeten, zie ik, maar die horen er dan bij te staan, maar dat ga ik zo meteen laten zien. Nou, daar gaan we. Ik heb al het beginnetje gemaakt, want dat is natuurlijk vrij simpel. 17 lossen. Ik heb 1 keer lossen gemaakt en dan daar 17 vaste in gemaakt. Dan moeten we volgens het schema nu 2 omhoog. Dus we gaan 2 lossen maken. Even kijken of ik in frame ben. Hier 1 en 2. Dan ga je je werkje draaien. En dan staat er hier 2 lossen. Dat zit in je eerste steek. En dan vanaf de tweede steek gaan we samenhaken. Dus, we hebben 2 lossen gemaakt. Dit is je eerste steek. Dan is hier gaan we beginnen. Alleen deze toer heeft dat. De derde toer gaan we beginnen in de tweede steek. Dat doen we als volgt. Draadje halen, laten staan. Volgende steek. Door 2 lusjes heen. Draadje halen. Je laat hem staan. Je hebt er 3 op je haaknaald en in 1 keer nu een doorheen halen. Dat is 2 vaste samenhaken. Je hebt 2 steken om het weer gelijk te krijgen, een losse. De volgende 2. Draadje halen. Nog een keer een draadje halen. Je hebt er 3 op de haaknaald staan. Er doorheen en een losse. Ik doe even mijn papiertje weg. Even een beetje wol pakken. Gaan we weer verder. Even kijken of ik in frame ben. Ik ga hem ietsje dichterbij doen. Zo. Draadje halen. Zo, het is een beetje dikkere wol, dus ik moet wel zorgen dat ik alles heb. Dus ik doe hem even overnieuw. Draadje halen. In de volgende steek ook draad halen. Heb je dus 2 steken. Maak je tot 1. En een losse. Volgende. Draad halen, samenhaken, plus 1. Nou, maken we de toeren even af. Dus samenhaken, plus een losse. Samenhaken, plus een losse. Samenhaken, plus een losse. En de laatste. 2 steken samenhaken. 1 en 2. Samenhaken. En dan gaan we kijken. Houden we even dit diagram aan wat op Facebook stond. We zijn dus aan het eind gekomen. Nou, je hebt ze samengehaakt. Gaan we nu 2 lossen maken. 1 en 2. Draaien. En dan staat er, de samengevoegde steek is dus je eerste steek. Ga je nu vanaf nu meenemen. En vanaf nu wordt elke toer, zoals de volgende toer, 2 lossen maken op het eind. Dan begin je vanaf de eerste steek. Nou, dat kan je zien. Je hebt 2 lossen gemaakt. Draai me eventjes om. Wacht even. Ik maak even een langere lus. Je hebt 2 lossen gemaakt. Dus je ziet hier 1, 2 lossen. Dan is dit je eerste steek waar je in gaat beginnen. Dus draad klein maken bij mij. Deze is een
ik noem het altijd platte steek, want als je hem optilt, zie je dat die blaar plat blijft liggen. Dus dan is dit je eerste steek. Eerste steek, draad halen, de tweede steek. En voor de, om het best te zien, want je zou denken dat het deze misschien is, om het best te zien, draai je werkje even om. Dan zie je dat hier dat kleine steekje, dat is je tweede steek. Daar ga je hem erin halen. Samengehaakt. Plus een losse. En dan weer hetzelfde. Samenhaken. Deze erin. Ook door de twee draadjes. Er drie doorheen. En die. Samenhaken. Dat kleine steekje ook. Als je twijfelt, welke is het nou? Draai je werkje even om. Je ziet heel duidelijk dat het dit steekje is. Alle twee de draadjes mee. Draadje halen. Oh, kijk, en ik heb nu een extra wol mee, dus dat ga ik even overnieuw. Het is altijd belangrijk dat je niet doorhaakt, want dan krijg je later in je werk te zien. En één losse. En dan gaan we weer twee samenhaken. En een losse. Twee samenhaken. Sommigen dachten dat dit de granietsteek is. Nou, hij lijkt ook best wel op de granietsteek, omdat je ook die herhaling hebt. Maar het is toch weer net even anders, want een granietsteek is één vaste, één losse, één vaste, één losse. En nu heb je dus dat je twee vaste samenhaakt en één losse. Dus hij is net even anders. Maar ik snap wel, hij leek wel op de granietsteek. Dat moet ik degene die dat dacht nageven. En één losse. Nog een keer samenhaken. En één losse. En de laatste twee samenhaken. En hier komt dan weer even een opletmomentje. Even een beetje draad pakken. Je hebt hier geëindigd. Dus we hebben deze toegemaakt, zijn we teruggegaan. Maar je bent geëindigd met die twee lossen. Dus ja, je bent hier, ga je eindigen. Dan moet je deze losse, eigenlijk, deze tweede losse, daar maak je hem in vast. Dus wat kan je doen? Dit is je eerste vaste waar je mee vastmaakt. Draadje halen. En dan kan je kiezen. Of je doet hem hier in dat knoopje. Dan zit hij echt helemaal muurvast. Maar als je fijne garen hebt, zal dat niet echt meevallen. Dus wat kan je doen? Hier zitten je twee losse lus. Zie je dat? Hier is een grotere opening van je twee losse. Ook daar kan je hem doorheen halen. En vastmaken. En dan ziet hij er zo uit. Dan ga ik nog een toer maken, want sommigen dachten dat hij misschien ook door één lus gehaakt is. Dat kan. Dan krijg je weer een andere steek. Dus dan gaan we twee lossen omdraaien. We beginnen vanaf de eerste steek. Dan kan je bijvoorbeeld alleen deze pakken. Eén draadje. En dan alleen deze. Eén draadje. En dan door drie. Eén lossen. Eén draadje en één draadje. En aan het eind ga ik even laten zien. Deze een beetje meer opletten. Even wat groter maken. En één losse. Eén draadje en één draadje. Kijk, zo ontstaan er ook steeds weer nieuwe steken. Als je denkt, ja, maar ik vind één draadje wil ik eens proberen. Gewoon proberen. Je weet maar nooit. Even kijken, want ik doe iets niet goed. Even een draadje halen, die was ik vergeten. Draadje halen door 3 plus 1. Draadje halen. Draadje halen door 3 plus 1. Nou, dan ga ik laten zien. Het is toch weer net even iets fijner aan deze kant. En aan de andere kant zie je dan dat het een dubbel knoopje is geworden. Dus hier zie je eigenlijk een rustige. En dit is weer aan de andere kant wat drukker geworden. Dus het kan met één, maar het is wel gelijk een heel andere steek geworden. Nou, zo kan je zelf uitproberen van wat jij mooier vindt. Maar deze steek was dus twee vaste samenhaken. Eén losse, twee vaste samenhaken, één losse
En dan krijg je deze steek. Bedankt voor het kijken. Veel succes met zelf uitvogelen wat je mooier vindt. Met 2 lusjes of met 1 lusjes. Ik hoop dat die duidelijk genoeg was. Zo niet, geef me even een reactie in de beschrijving hier onder het YouTube filmpje. En dan kan ik hem overnieuw maken of aanpassen wat jij graag wil zien. Succes!